Kijk, wij gamers, wij spelen graag een spelletje en dan stappen we vaak in de schoenen van een ander personage. Dat is een beetje het punt van gamen, als ik me niet vergis. Maar goed, wie zou je willen zijn? Als in, wie zou je in het echte leven willen zijn die je in een game zou kunnen spelen? We vragen het onszelf af in een nieuwe Goeie Frag, het wekelijkse format waarin jij onze vraag kan stellen. Dan gaat de hele redactie die beantwoorden. En deze week is de Goeie Frag dus ook, wie zou jij willen zijn uit een game? Mijn favoriete gamecharacter, tenminste de gamecharacter dat ik echt zou willen zijn, waar ik echt in zou willen kruipen, as you will. Dat is, het wordt nu heel nerdy, want het is een character uit Mass Effect. En het is Garrus Vakarian. En voor de mensen die Garrus Vakarian niet kennen, hij is sowieso een Turian. En een Turian is een soort reptielachtig wezen, maar wel met gewoon net zo groot als een mens, hij praat ook gewoon. En die is helemaal opgebouwd van botten, dus sowieso ben je dan skinny, dus dat is al fijn. En, maar het fijne aan Garrus is dat hij een heel erg lief karakter is, maar die op een gegeven moment zo zat is met de criminaliteit en hoe weinig de Citadel Police Force, op de Citadel, de hoofdstad van het universum, daaraan doet, dat hij op een gegeven moment outside of the law gaat. En ik hou wel van mensen die outside of the law gaan, maar dan toch een goed hart hebben. Dat zijn een beetje de interessante characters, weet je wel. Je hebt ook superheroes die heel erg oninteressant zijn. Dat zijn de mensen die altijd goed doen. Of de villains die het altijd fout doen. Weet je, het mooiste is dat ze in het midden hebben. Ze zijn een beetje zo'n tweestrijders, zoals bijvoorbeeld Batman. Die is heel vet. Dus Garrus Vakarian is sowieso ook een heel cool character. Hij heeft een ongelooflijk vette stem. So, having a bad day, Shepard. Ja, en dat is de character die ik zou willen zijn uit een game. Is misschien niet zo bekend, anders word ik gewoon Master Chief. Is ook gewoon vet. Heb ik ook gewoon een vet pak aan. Is ook gewoon leuk. Ja, welk gamepersonage zou ik willen zijn? Dat is een leuke vraag. En voor mij ook best wel een redelijk moeilijke vraag, want ik ben best wel een RPG-liefhebber. Dus ik heb heel vaak of ik maak mijn eigen karakter of ik speel als andere. En ja, een beetje flauw om dan te zeggen, ik wil mijn eigen gemaakte personage in Divinity Original Sin 2 zijn. Nee, dat vind ik een beetje flauw om te zeggen. Dus ik ga voor een protagonist die een bekende naam heeft. En dat is, je ziet het misschien al aan mijn shirt, Geralt of Rivia uit de Witcher-serie. Want ja, dat is gewoon, die man is een held, die kan de hele dag met elke vrouw die hij wil, kan hij gewoon zijn ding doen. En niemand die er, ja, wordt wel ooit eens iemand kwaad, maar er zijn geen gevolgen van. Daarnaast, die man die kan ook best wel wat drank hebben, maar het leukste aan Geralt of Rivia vind ik zijn drinkmaatje, namelijk Zoltan Givi. Die dwerg heeft van die fantastische one-liners als drinking alone is like shitting in company. En ja, dat soort mensen, daar wil je toch gewoon elke dag een drankje mee doen. Dat kun je niet zeggen dat jij, de kijker, dat je dat niet wilt. Dat kun je mij niet wijzen. Ook als je nog niet mag drinken, jij kan dat ook niet zeggen. Dat wil je. Je wil met Zoltan Givi een biertje doen en daarna met een willekeurige vrouw in de kroeg onder de lakens duiken en je plezier hebben en vervolgens wakker worden, een paar monsters afmaken. Ja, je moet ergens je geld aan verdienen. Maar voor de rest heeft die man best wel een prima leven, lijkt me. Dus bij deze mijn antwoord. Ik zou heel graag Geralt of Rivia zijn. Een ontzettend leuke, goede vraag. Ik ben er ook meteen over na gaan denken. Ik zat van, wie zou ik willen zijn? Er zijn een heleboel dingen dat ik denk van, is wel tof om te zijn, maar ook heel gevaarlijk. Ik bedoel, er zijn best wel veel games waarin je personage snel dood kan gaan. En sowieso een NPC gaat natuurlijk altijd snel dood. Dus dan heb ik zoiets van, wil ik die zijn? Weet je, Toen zat ik een beetje te denken aan XCOM 2, omdat ik dacht van, nou ja, het lijkt mij gewoon tof om een of andere toffe, brute strijder te zijn tegen de alien invaders. Dan ga je natuurlijk wel snel dood. Dus toen dacht ik, misschien, ik wil wel het gevaar opzoeken, maar iets leuker, iets vlotter. Niet dat ik zomaar sterf door een of andere granaat van mijn eigen teammate, notabene. Dus ik zat te denken, Titanfall. Ik wil wel een piloot zijn uit Titanfall, want dat is zo ontzettend bruut hoe die game speelt met snelheid en dergelijke en met hoogtes en gewoon gevaar, explosies, schieten. Die game die voelt zo ontzettend lekker om te spelen, weet je. Het feit dat je dan in een Titan zit, mensen kapot aan het knallen bent, als je Titan kapot gaat, dan lanceer je jezelf de lucht in terwijl dat ding gewoon nucleair gaat, weet je wel. Dan vlieg je honderden meters de lucht in, mag je naar beneden, ren je over muren, pof je mensen neer. Het gevoel van snelheid, ik weet niet, dat lijkt me gewoon heel tof om te kunnen hebben. En ja, het is dan wel gevaarlijk en ja, je kan snel het loodje leggen, maar als je in die game het loodje legt, ja, dan vlieg je alle kanten op en je maakt snelheid, je krijgt vette impact.
denk van, ja, dat is dan ook wel weer een mooie manier om te gaan. Dus als ik iemand uit een game zou moeten zijn, dan denk ik dat ik ga voor een piloot uit Titanfall 2. Ja, dit is natuurlijk gewoon een hele moeilijke vraag. Want wat voor gamepersonage wil ik nou zijn? Alles. Nee, niet alles, maar heel veel. Ik wil Drake zijn, want schatten zoeken, avontuur, klimmen, klauteren, schieten en Elena en Chloe. Ik wil Doomguy zijn, want ik wil gewoon fucking hellmonsters neerknallen. Ik wil BJ Blazkowicz zijn, want het is awesome om echt de meest brute wapens te gebruiken tegen nazi's en shit. Om gewoon, I don't know, gewoon lekker te bombarderen en gewoon lekker te knallen. Ik wil Dragonborn zijn, want Skyrim, want fucking awesome. Ik wil Geralt of Rivia zijn, want The Witcher en ja, een soort van erotische momenten. Ik wil Kratos zijn, want God of War en Baard en Noorse mythologie en Noorse goden gewoon killen. Zo moeilijk is het allemaal. Ja, ik kan er geen één kiezen. Dat is wel mijn ding. Ik kan niet één personage kiezen, omdat het zijn er gewoon zoveel die ik vet vind. Oh, ik wil ook Senua zijn uit Hellblade. Omdat, goed, misschien is dat niet een heel goed voorbeeld, want zij heeft psychose en shit. Maar de hele atmosfeer van de game is zo vet en ook weer bepaalde verschijningen en goden verslaan is super vet. En al deze personages die ik opnoem, die zitten in games die ik echt fantastisch vind. Ook wil bijvoorbeeld ook Altair zijn uit Assassin's Creed, want Assassin's Creed 1 was gewoon fantastisch. Ja, en als ik één moet kiezen, kan ik het gewoon niet. Waarschijnlijk een viking in een game of zo, maar ja, dat is niet echt nog een game waar echt prominent een vikingheld in zit. Dus nogmaals, ontwikkelaars, maak zo'n fucking action RPG met een fucking viking dan. Dan kies ik die, denk ik. Wat een onwijs goede frag weer deze week. En dan kan ik natuurlijk gaan voor het meest obvious antwoord, weet je, diegene met de puntige tieten. Maar nu de nieuwe Lara, ik vind die nogal zeiken en janken de hele tijd. Dus niet helemaal, hoewel ze gaat wel natuurlijk veel op reis. Maar aan de andere kant is ze ook vies en ik bedoel, deze nagels kunnen dat niet aan. Ik denk toch dat ik dan stiekem Peach klinkt wel heel goed. Ze woont in allerlei verschillende kastelen. Ze heeft een good guy Mario, die volgens mij stiekem ook een beetje sugar daddy is met al zijn muntjes. En ze heeft natuurlijk de bad guy Bowser, die gewoon de hele avond ook. Maar ja, mijn antwoord is dus Peach. Welk gamepersonage zou ik het liefst willen zijn? Ik heb er lang over nagedacht. Verschillende personages, verschillende avonturen die ze beleven. Zou ik heel cool willen zijn of heel gespierd? Of juist een beetje van beide? Maar uiteindelijk denk ik dat ik het liefst Larry zou willen zijn van Leisure Suit Larry. Laten we eerlijk zijn, een game waarbij je vrouw moet versieren is wel een van de leukste games die er ooit was, die ooit gemaakt was. Ik weet niet of er ooit nog een vervolg is geweest eigenlijk. Dus mij is het wel nog een paar keer geprobeerd, maar het is er niet echt van gekomen. Het punt van Larry was dat je chicks ging versieren. En dat moest je altijd op hele creatieve manieren doen. Dat is wel echt hetgene wat ik eigenlijk het beste zie doen. Gewoon een beetje praten, een beetje aanpappen. Je bent een klein vies mannetje, een beetje een oude Jimmy Neutron. Maar dan, ja, niet zo slim. Het was echt, ik denk dat het al, daar zou het liefst zijn wat ik wil doen, ja. Kijk, daar heb je het dan. Dat zijn de gamepersonages die wij zouden willen zijn in het echte leven. Voor een dag, voor een week, misschien wel voor de rest van ons leven. Heb je nou zelf ook zo'n personage of een NPC of wie dan ook uit een game waarvan je denkt van, hé, zou het niet tof zijn om die te zijn? Laat het ons weten, discussieer lekker mee met andere reaguurders op deze video. En natuurlijk, je mag een nieuwe vraag droppen voor volgende week. We gaan volgende week weer een nieuwe goede vraag doen. En dat zou zomaar eens met jouw vraag kunnen zijn en dan onze antwoorden daarop. Stel een leuke creatieve vraag over games hieronder en dan kunnen wij weer door met ons leuke Q&A format. Dat was het in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot snel op gamersnet.nl. Tududududum.